vanavond heb ik in mijn praatshow een hele speciale gast. Het is werkelijk iets heel uniek vandaag dat ik me dus vestimentair eerst een klein beetje moet aanpassen om hem toch te ontvangen in de grootste glorie. En voilà, ik ga hem een klein beetje laten... Hallo. Voilà, dat voelt al direct een stuk beter. Dank u. Dames en heren. De gast die ik vanavond ontvang bij Op de Knie bij Jimmy Beam is iemand die internationale bekendheid geniet in België. Ik zie dat je ondertussen al zit te raden. Het is niet Jean-Claude Van Damme, nee, niet de Muscles van Brussels. Het is ook niet Wendy van Wanten, de Maas van Belgium. Het is niemand minder, dames en heren, dan... The Voice of Europe, dames en heren, Eddie Wally. Ja. Kijk, voordat we naar binnen gekomen, hè? Ja. Zeg, maak het even makkelijk. Ga zitten. Hier en deze. Dank u wel. Maar langs achter gekomen ben ik al, hè? Ja, maar dat geeft niet, hoor. Nee, dat zal niet. Dat geeft niet. Wauw. We zitten hier gelijk in de maan. Wauw. Mooi. Je zit hier te glunderen, hè, weet je? Ja, zeker. Maar nu glundert ook. Ga er een klein beetje naar. Jij zet dat gewoon van dragen, ja, hè? Ja, zeker. Ik niet. Nee, amai. Allee, vergaat. Zeg, Allah, verwoord achteruit. Zeg, zit je gemakkelijk? Ja, ik zit gemakkelijk. Allee, vooruit. Eddie, dat is... Oh, ik ben dus ongelooflijk gelukkig dat ik u hier in mijn talkshow op de knie bij Jimmy B heb kunnen krijgen. En weet je waarom? Nee. Omdat Ga en ik en Ga, we zijn eigenlijk juist altijd hetzelfde, hè? Jazeker. Dat is waar, hè? Ik bedoel, allee, wij zijn zo het prototype van die American Dream. Wij zijn dus twee wereldverdetten geworden. Dank u. Dat is waar, hè? Dat is waar. En wij zijn dus... Allee, hoe zijn wij begonnen? Ik ben begonnen als oh god, een arme dwaaskoffurken. Ja, maar dat speelt geen rol hoe dat die begonnen zijn. En gaan ze begonnen als een gewone chakossenverkoper? Ja, geen chakossen, tassenverkoper. Tassenverkoper, Jimmy. Dat zou ik zeggen. Eddie, jij hebt heel de wereld afgereisd. Dat ja, is zeker. Waar, hè? Dat hebt is heel waar. De wereld gezien. Je bent dus een echte cosmopoliet. Ja, maar dat speelt geen rol. Pas op, dat is geen ziekte, hè? Dat is geen ziekte. Dat is geen ziekte. Maar je hebt alles gezien. Noem ik er een paar landen waar dat je geweest bent. Ja, ik zou zeggen, eerst United States van Amerika. United? Dat is ongelooflijk, hè? Ja, waar nog? Oei. Oh, pardon. Attention pour le malheur, hè? Ja. Zeg dan maar. Ook in Nederland. Nederland? Oh. Dan ook in Duitsland. Duitsland? De Duitse televisie, de Duitse Rundfunk gaat een schone show maken voor mij. Onvoorstelbaar, is wonderbaar. Maar je bent ook heel ver geweest, hè? Ja, heel ver. Wat is het verste? China. China. En ook in Rusland. In Rusland ook? Ze doen brevet, spasiba du svidanje, draagstroetje. Maar dat kent jij niet, hè? Oh my god! Zeg Eddie, in verband met China, laat ons een keer over het Chinese avontuur, want je gaat daar misschien maar één keer in je leven komen. Ik zou er nog komen. Gaat er nog komen? Ja, zeker. Een paar, noem ik wat steden die je bezocht hebt? Ja, was eerst mooi. In Peking. Peking geweest? In Shanghai. Ben je de bekende Chinezen tegengekomen? Ik kan zeggen, ik kan wel in het Chinees zingen, maar ik kan niet praten in het Chinees. Nee, maar Chinese personen ontmoet. Bekende Chinese ja, personen? Ja, zeer veel. In het circus van Shanghai. Heb je Tiananmen tegengekomen? Nee, daar heb ik niet tegengekomen. Nee, niet tegengekomen. Nee. Heb je de muur gezien, de Chinese ja, muur? Ja, daar ben ik opgewandeld met Mariette op de muur. Het was... Onvoorstelbaar, ja hoor. Dat is anders dan de muur van Gerasbergen, hoor. Nee, wel, de muur van Gerasbergen niet, hoor. Maar de muur van China. De muur van China. Dat is ongelooflijk. Wat mij ook ongelooflijk frappeert, Eddie, dat is uw look. Na al die jaren, hoe dat jij er nog uitziet. Jij hebt nog al uw tanden. Dat is waar, hè? Zeker. Dat zijn mijn echte tanden, ja. En dan zijn uw echte tanden. Ja. En dan uw haar. U zei coiffeur, zei. Ik ben coiffeur. Alla. Nu, ik moet zeggen, ik vind u koepen. Luister, jij was het waarschijnlijk volgens mij iets te veel met Schwarzkopf. Ja. En dan uw figuur. Oh my god. Ja? Picobello. Dank u. Dat is waar, hè? Jij doet aan sport? Ja. Ja. Je hebt nog aan de Rijker gangen ook, hè? Ja, aan de Rijker. Aan de Rijker. Dat is op zich eens aan de Rijker gangen. Ja, ben van Gent, hè? Je hebt aan de Rijker gangen, hè? Ik heb Benji gesprongen, ja, maar ik spring nog liever uit de vliegmachine. Ah, liever. Benji, 75 meter?
Ja. En hij dat in één keer naar beneden gevallen of heb je tussenin? Nee, geen tussenstufjes. Alleen naar beneden. Direct naar beneden. Direct naar beneden. En veilig naar beneden. Veilig naar beneden gekomen. Tondigste boven. Tondigste boven. Dat is geen rol, hè? Die elastiek was toch niet te lang, hè? Nee, nee. Was goed genoeg. Alleen maar uit. Eddie, ik zou het een keer willen hebben met u over, over de liedjes. Ja. De liedjes die gemaakt, de liedjes die gezinkt en zo. Bijvoorbeeld, als ik nu zeg, wat dat mij zo frappeert, dat is dat heel veel van uw liedjes rijmen. Ja. Rijmen, hè? Als ik eens zeg bijvoorbeeld, ik spring uit de vliegmachine, wat zei jij dan? Ik spring uit een vliegmachine, ja? Alleen maar om jou te zien. Dat was de puin. Kijk, ze kunnen het allemaal zeggen. Ja, maar ze kennen het allemaal. Om jou te begaken, durf ik alles wagen. Ja. Zeg. En zweef ik het luchtruim door. Ja, ja, I hoor je. Zeg, als je zo in het buitenland gaat, dus, jij komt in contact met geweldig veel schone vrouwen. Zeker, waarom niet? Schone juffrouwen. Ah, zeker. Heb je dan ooit goesting om zo een keer een andere portemonnee op te dragen? Om een keer geen andere chacosse te gaan? Ja, maar speel geen rol, hè. Nee. Speel geen rol. Ze komen als vliegen af, hè. Ik ook graag biefstuk, maar je ook graag een keer kramenade, hè. Tuurlijk. Amai. Hoe zei je dat? Ja. Best waar. Zeg, het schijnt dat je in de United States of America in hetzelfde bed geslapen hebt van Marilyn Monroe. Ja, dat klopt ook. Was dat voor of nadat ze zelfmoord gepleegd had? Oh my god. Wat mij ook enorm is bijgebleven, dat is wel een tijdje geleden, dat is je rol in Lava. Oh, met Wendy van Wanten. Captain... Ik weet het niet meer. Captain Wally. Captain Wally? Ja. Zeg, ga zet me een serieuze raket, ja? Ja. Fantastisch, hè, man, jongen? Met dingen met Eddie, met die, wat zei je, met Wendy? Met Wendy van Wanten. Wendy. Wat mij al jaren verteld wordt, ik weet niet of het waar is, dat is, Eddie, dat jij ervan droomt om ooit een keer, dat je zo'n slaaploze nacht hebt, om een keer te mogen optreden voor de koning en de koningin. Ja, ik zou toch graag een keer voor zingen. Waarom niet? Wel, ik kan u zeggen, ik heb dat verteld. Ik heb ze bij mij thuis gehad op een kleine receptie. Ja. En sinds dat ze dat weten, doen ze ook geen ogen meer toe, s'nachts. Ja, dat geef je, hoor. Nee. Maar ze kennen net die Wally toch, hoor. Zeker. Zeker en vast. Eddie, ik vond het geweldig om u hier bij mij op de knie bij Jimmy B te hebben. Dat vind ik schitterend. Ik moet u toegeven, we kunnen u zomaar niet laten gaan. Dat kunnen we niet over ons hart krijgen. En daarom zou ik heel graag hebben dat je voor mij, voor de mensen hier, voor heel Vlaanderen, voor de kijkers in Amerika en in China, dat je ze een heel groot plezier zou doen om uw nummertje te zingen. Een nummertje, welk nummertje ga je doen? Een nieuw nummer dat ik opgenomen heb. Het is getiteld Carmen. Carmen, dames en heren, the noise of the voice of Europe, Eddie Wally. Thank you. Mooi. Nooit vergeet ik die tijd in Sevilla, die oase van zon en van rust. Rond de rode wijn in de maneschijn, vele meisjes heb ik gekust. Hey,